Volgens mij wordt er nu opgenomen. Het is vandaag dinsdag, de 20ste september. Nog 2 dagen en dan heb ik weer internet. Dat komt er allemaal weer goed. En ik was vandaag bij de supermarkt. En zat die man, een man zat er buiten. Dat is die ene bijzondere man, maar ja, die vind ik dan bijzonder. Maar, en die zat er buiten gewoon op een muurtje. En die attendeerde mij erop dat het vandaag de derde dinsdag van september was. En dat was dus een troonrede geweest. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik dacht echt van, oh ja. En die man was boos. Die zat een partijtje te kankeren. Hij vond het één grote corrupte bende. En ja, nou weet ik iets van het Koningshuis en van de samensweringstheorieën qua vormen. En er is er maar één namelijk, dat is de samenswering. Mensen die zichzelf heel erg rijk voordoen. En daarvoor hebben ze dus armen nodig. En die armen, ja, je moet er wel genoeg van hebben. Want als je niet genoeg armen hebt, dan hoe kan je dan rijk zijn? Dat is een beetje een logische puzzel of zo, hè? Maar in ieder geval, die man, die was pissed off. Oh. En toen dacht ik van ja, nou, dan ga ik maar eventjes het internet-CEO, dus de Spaans is dat, internet-CEO. Ga ik even op internet-CEO kijken naar de troonrede 2016 van koning Willem-Alexander. En hoe is die dan? Heb ik nog een beetje foelieschien? Ja, hij gaat foelieschien. De eerste aantekening heb ik bij 1 minuut 22. Dus je moet 1 minuut 22 lang naar deze man luisteren. Er zit wel een heel mooi. Is het nou een bloemstuk of een schilderij? Nee, ik denk een bloemstuk. Ik denk dat dit echt is. Dat is van, en die microfoontjes, dit is ook goed spul. Een mooie stoel. Deze koning die zit er goed bij. Hij lijkt wel op Mohammed de Vijfde van Marokko. Vind je niet? Nou, ik zeg maar wat hoor. Ik doe maar een gooi. Weet je wel. Ik ken deze man helemaal niet. Ik heb deze man ook nooit tot koning verkozen. Ik zou ook helemaal niet weten waarom deze man mijn koning is. Het schijnt zo te zijn. Maar de legale documenten zijn mij nooit overhandigd. Daar heb ik geen inzicht in. Ik geloof dat deze man met dat mooie grijze vest en dat gearseerde dasje, dat zal wel mijn koning zijn. En wat heeft hij dan te vertellen? Dus 1 minuut 22 lang is het woord aan koning Willem-Alexander van Oranje in zijn troonrede zelf geschreven, mag ik hopen. Maar dat zal wel niet. Maar goed, hij heeft de voorleesbeurt. Op zijn minst. Hè? Op zijn minst mag hij voorlezen. En hij heeft een aantal blaadjes in handen. Dus dat wordt nogal wat. Het totaal duurt 17 minuten 25. Ik denk dat ik dit weet op te rekken tot. Het is nu 7:45. Nou, dan moeten we gaan stoppen tegen. Uiterlijk 9:30, maar ik probeer gewoon om 9:00 te kappen. Ja? 7:15 begonnen, 9:00 kappen. En nu is het woord aan onze koning. Leden van de Staten-Generaal. Nederlanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien. En met resultaat.
De economie is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er sociaal-economisch opzicht relatief goed voor. Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door factoren als een groeiende consumptie, aantrekkende bedrijfsinvesteringen en een krachtig herstel in belangrijke sectoren als de bouw en de woningmarkt. Voor het eerst in lange tijd komen de groeiprognoses weer boven de 2% en ontwikkelen de overheidsfinanciën zich in de goede richting. Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden. Ja, te veel mensen kunnen nog geen werk vinden. Je moest eens weten hoe moeilijk het is om een nagelstudio te beginnen hier in Arnhem. Laat staan een restaurant. Je betaalt je helemaal dood. De hele middenstand hier in Arnhem is naar de Rasmodee. Vroeger had je hier, je kan het allemaal opdreunen, maar je had overal van die middenstanders. En mensen die wat deden. Ik weet nog van een stelletje. En die jongen die kon heel mooi hout snijden tot schoenen. En zij wist een perfecte keuze te maken van textiel, van kleding. En die hadden samen een shop. Nou, dat is al lang weg. Dat kan helemaal niet meer. Het sterft van de regels. En wij Nederlanders zijn altijd in staat om ons aan te passen na een crisis. Ja, ik zou niet weten waar hij dat op baseert. Wil hij soms zeggen dat die Molukkers dat niet konden? Is hij hier Molukkers aan het beledigen? Ik zeg het maar even zo duidelijk mogelijk, hè? En dat gaat hij volgens mij nog een keer herhalen, hoor. Maar luister maar even. Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. Waar slaat dat op? Een impuls geven aan banengroei en koopkracht van mensen door een belastingverandering? Het punt is, als je hier in Nederland iets gaat doen, dan staat er gelijk een of andere gorilla achter je rug en die zegt, ik wil 83%. En je moet een bedrijfshulpverlener inhuren en je moet een brandweerslang in je winkel hebben en ook nog een koolstofdioxide brandweerapparaat en je moet een bordje hebben bij de uitgang. Ja, je betaalt je blauw aan al die voorzieningen. Terwijl je alleen maar, je had een wolwinkel of zo. Je verkoopt gewoon knonnetjes wol. Knotjes wol. En dan moet je een brandslang hebben en een uitbordje. En iedere maand dit en iedere week dat. Ze wurgen ons langzaam uit. De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Kijk eens, dat is mooi, hè? Als je als werkgever iemand in dienst neemt, dan kost jou dat geld. Dat is wat hij hier zegt. Maar als je mensen in dienst neemt voor een habbekrats, voor dat wat ze noemen het minimumloon, nou, dan kost het je wat minder. Dus het is het allerbeste om mensen in dienst te nemen en ze niet zoveel te betalen, want de rest gaat gewoon naar
Ja, dat bloemstuk links, wat denk je dat bloemstuk kost? €50? Meen je dat? Ik denk dat een bloemstuk is, dat kost €5.000. €5.000 aan bloemen. Wat denk je dat die microfoon kost, die daar links staat? Dat zijn er twee, maar dat is één microfoonsysteem. Dat is een afstands, een richtmicrofoon. Wat denk je dat die stoel kost? En wij hebben hier niet aan bijgedragen. Ik bedoel, wij hebben dat bloemstuk niet gemaakt. Wij hebben die stoel waar die man in zit niet gemaakt. En dat borduursel hebben wij ook niet gemaakt. Wij hebben hier gewoonweg niets mee te maken. Dit is het feestje van koning Willem-Alexander, die ons gaat voorlezen uit het grote boek van Sinterklaas. Een stukje tekst wat hij zelf niet eens geschreven heeft. En let maar eens op zijn handen, die trillen. En zijn stem klopt niet altijd. Hij praat heldhaftig, maar ja, nu nog maar volhouden, tot aan het einde. Hij hapert. Hij voelt hem ook wel hangen. Dat de werelden waarin hij aan het preken is tegen het eigen koor met Alexander Pechtold. En ik ga deze film niet terugpakken, maar Alexander Pechtold heb je gezien. En dat zit er een beetje met vrome gezichtjes. Te kijken naar die mooie achtergrond van nou, met deze achtergrond en dat bloemstuk erbij van €5.000. Of was het €15.000? Want dat zou ook zo wel eens kunnen. Je weet niet wat ze daarvoor vragen. Je moet eens kijken wat voor bloemen erin zitten. Er zitten pioenen in. En waar groeien die tegenwoordig? We gaan gewoon weer lekker verder. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en kassières in dienst te nemen of te houden. Dat is ook een hele grappige. Dus er komt een stimulans om schoonmakers. Dus als je dus de werkgelegenheidsvoorspellingen, verbeteringen namens koning Willem-Alexander, dit leest hij althans voor. Dat gaat dan met name schoonmaaksters, kassières. En dan vooral om ze in dienst te nemen of ze in dienst te houden. Ja, sorry. Is dat het? In Nederland krijgen we gewoon, misschien nog toch nog eventjes terug. Kijk, 1,45. Het mag toch, hij heeft er ook zoveel tijd voor genomen. Om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en kassières in dienst te nemen. Onderwijsassistenten, ja. Dat was die derde. Schoonmakers, onderwijsassistenten en kassamedewerkers. Ja, daar staat hij voor. Gelukkig hoeven we niet op hem te stemmen. Want hij regeert Nederland bij goddelijk recht. Hij staat onder de regime, of onder het regime, maar onder de regering, onder de gouvernantie van de paus. En de paus, zoals je weet, die houdt niet van kerngeleerden en scheikundig specialisten. Dat zijn allemaal. Ja, daar houdt de paus niet van. De paus die houdt van schoonmakers en kassières en mijnwerkers. Dat soort beroepen. Dat stimuleert de paus. Of te houden. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie
en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil. Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen. Ja, dat lijkt me ook. Willem-Alexander, die had die villa goedkoop gescoord in Griekenland, hè? Dat had alles te maken met het feit dat toen die economische crisis er was en Griekenland ging helemaal onderuit. En voor een habbekrats kon je daar dus een villa aanschaffen. Met een aanlegkader erbij en een steiger, heet dat nou, een steiger erbij. Anders. En het hek, dat had hij ook betaald. Dat was allemaal ingecalculeerd. Alleen wat koning Willem-Alexander vergeten was, is dat het hek, dat neemt ruimte in. En toen bleek dat hij dus een meter extra nodig had in de rondte. Dus een meter land, helemaal, ja, niet naar de zee natuurlijk, want in de zee stond geen hek, maar in het andere stuk waar het hek stond, er moest een meter bij, in ruimte. Die hebben wij toen extra betaald voor hem. En wij houden van onze koning en ja, wij willen btw betalen. Ik denk dat wij wel 73% btw willen betalen voor een beetje bestaan in dit mooie land. Want Nederland is een mooi land. En daar wil je best voor betalen. Desnoods maar 73% btw. Omdat koning Willem-Alexander vergeten was met die calculatie ja, en zijn tuinarchitect. En, ja, dat kon gewoon niet. Er moest een metertje bij. Laten we even praten. Het herstel, oh ja, iedereen het herstel laten voelen. Er is helemaal geen herstel. Zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken. Nederland is van oudsher een land met een evenwichtige inkomensverdeling en een grote, sterke middenklasse. Dat is niet waar. Dat was het misschien ergens in de jaren 50. En toen kwam die fijne Gerard Reven. Die gommo. En toen begon het verderf. En toen kregen we die leuke hippie toestanden. En toen flobber-pobber. En toen kregen we de grote jeugdwerkeloosheid begin jaren 80. En toen kreeg je Black Monday of zo, was een beurscrisis eind jaren 80. En uiteindelijk kregen we dan de grote 2008 crisis in onze nek gemapt. Want er stortte echt alles in elkaar. En wat hebben we nu? Kijk maar naar de koersen van de Deutsche Bank. Deutsche Bank. En dat noemt meneer Herstel, omdat hij plaatsgenomen heeft tussen een bloemstuk in en aan de andere kant zit het andere bloemstuk, Maxima. Die is duurder dan het bloemstuk aan de linkerkant. Dat is een flauw grapje. Ik draag deze mensen geen slecht hart toe, geen kwaad hart toe, zeg maar die waarheid. Het is wel onzin wat hier ons verteld wordt. Dit is een verhaaltje voor het slapen gaan. En van, oh meneer Den Uyl, la 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 la. We luisteren weer even naar koning Willem-Alexander. Generaties groeiden op in de overtuiging dat ze zichzelf konden verbeteren door te ondernemen, te studeren, te werken en maatschappelijk actief te zijn. Nu de economie aantrekt en er voorzichtig ruimte ontstaat voor herstel van koopkracht en werkgelegenheid, kan het vertrouwen terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen. Wacht even. Ook toekomstige generaties het beter krijgen. Daar ben je me even kwijt.
toen ik een jaartje of 10 was, of nou, toen ik 16 was, zo oud als mijn kind, toen had ik gewoon de wereld aan mijn voeten. Mijn kind, die is 16 en die moet nu al tot 8 uur 's avonds werken. En op zaterdag doet ze stage. En ze is de hele tijd moe. En wat heeft ze? Nou, een stelletje gescheiden ouders. En die moeder heeft dankzij de regering. En hij is het hoofd van de regering. Hè? Hij is de regering van Nederland. Maar dankzij hem, zijn regering, wordt de moeder van mijn dochter, die wordt op handen gedragen. En daar zit alle poen. Mijn poen. En mijn dochter moet gewoon naar die moeder toe. En ik heb niks. Wat heeft dat kind? En de ouders van haar vriend zijn ook gescheiden. Ook leuk. Ook leuk is dat. Het is één grote puinhoop hier in Nederland. Nou, ik ben benieuwd wat hij nog meer gaat zeggen. We zijn pas op 2 minuten. De regering draagt daaraan bij. Door de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zeker te stellen. Die koppen ook, hè. Dit, ik noem dat een mokkel. Hè? Wat een stom hoedje. Ja, sorry. En deze man ken ik niet. Die is al beroemd. Dit is Mark Rutte. En die man die ken ik dan ook. Heet die Samson of zo? Dat zal wel. In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op goede zorg, hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, adequate sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel. Samen met een goed functionerende woningmarkt en arbeidsmarkt stelt dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst. De noodzakelijke hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht. Dit was een verspreking. En hij begon al met liegen. Want dit klopte al. In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op goede zorg, hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, adequate sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel. Dit is dus precies wat er niet is in Nederland. Er is hier in Nederland geen hoogwaardige gezondheidszorg, geen hoogwaardig onderwijs. Mijn kind die zat in de brugklas of in de tweede klas en die kreeg dan als wiskunde tentamen staartdelen. Dat noemen wij hoogwaardig onderwijs. En de regering, waar hij de woordvoerder van is, namens de paus. Want de paus wil dat wij allemaal zo dom mogelijk zijn. Dat wij geen Bijbel lezen. Dat wij niks weten van wiskunde. Niets van logica. Alles is waar als de paus het zegt. En als de paus zegt dat sneeuw zwart is, dan is sneeuw zwart. Begrijp je dat? En dat is een woordvoerder van de paus. Die zit gewoon te liegen tegen ons. Het onderwijs van ons, dat stelt helemaal niks voor. Samen met een goed functionerende woningmarkt en arbeidsmarkt stelt dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst. De noodzakelijke hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht. Dit was die verspreking nog een keertje, dus toch wel leuk. De noodzakelijke hervormingen. Een arbeidsmarkt stelt dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst. De noodzakelijke hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht. Ja, laat maar doorgaan. Ze zijn met breed politiek draagvlak tot stand gekomen en komen tegemoet aan de behoefte van keuzevrijheid, zelfstandigheid en maatwerk. Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren. Met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen. Zeker voor de meest kwetsbaren. De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig. Zoals bij het persoonsgebonden budget.
Ja, het zal wel. Wat heeft hij nou te maken met het persoonsgebonden budget? Je moet het gewoon mogelijk maken dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Je moet het mogelijk maken dat mensen in goed vertrouwen hun kind naar school kunnen sturen waar het opgevangen wordt. Er zijn gewoon stellen die gaan uit elkaar en ja, dan moet dat kind moet ergens naartoe omdat mama moet werken. Je moet je kind ergens kunnen onderbrengen en dat moet veilig zijn. En wat wij nu hebben, dat zijn instellingen die, ja, daar wordt je kind niet wijzer van. Dat kan ik je echt garanderen. Want ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. En de ziekenhuizen van ons, die gezondheidszorg, laat staan, die ouderenverzorging. Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken. Hij zei dus 210 miljoen euro. Euro beschikbaar om de zorg in verpleeghuizen te worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. 210 miljoen euro. Wij hebben hier in Nederland 20 miljoen mensen. Dus er komt per burger een tientje vrij om iets te gaan doen voor de zorg voor onze ouderen. Even wachten hoor. Een tientje hoe vaak? Eens per dag? Eens per week? Kijk, die ouderen, het punt met die ouderen is dat ze gaan weliswaar dood, maar er komen steeds weer nieuwe ouderen bij. Dat is Martin Heidegger heeft er heel mooi over geschreven, over het zijn en tijd. Zijn en tijd. En dat is het geheel van, je krijgt dus alsmaar ouderen erbij. Een tientje? Dus op jouw bankrekening staat momenteel een tientje voor jouw pensioenvoorziening. En van het tientje kan je kopen 3 broden of zo. Kijk, het klinkt heel veel, 210 miljoen euro, dat je denkt van nou, dit is Sinterklaas. Nou inderdaad, dit is Sinterklaas. Hij geeft cadeautjes. Je krijgt zomaar gratis 210 miljoen euro. Maar het stelt niks voor. Dat is een tientje per burger. Ja, zo kan ik het ook, hè. En het is zijn geld niet eens. Hij zit een beetje... Ja, een tientje hier, 5 daar, 20 zus. En die Maxima, die zit maar heilig naar hem te kijken. Ja, zo. En ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht. Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin ze de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het is belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling. Haha, we hadden het over pensioenopbouw met een keuze. Dus wat zei het nou alweer? Risiconeming? Nog een keer.
goed pensioen op te bouwen. Goed pensioen? Het stelsel kan transparanter. Goed pensioen op te bouwen. De regering een werkprogramma waarin ze de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het is belangrijk. Het toekomstige pensioenstelsel. Sorry? Mag ik even interromperen? Het punt is, ik als mens, ik heb een werkzame tijd. Op een gegeven moment, op een gegeven moment, word ik oud. En dan heb ik dus mijn, net als een eekhoorn, heb ik ergens mijn nootjes opgeslagen. Voor als de winter komt, de winter van mijn leven. Dan heb ik ergens poen opgeslagen. En deze meneer, die gaat mij vertellen dat er komt een nieuw pensioensysteem aan. Dat vorige pensioensysteem wat deze mensen hadden verzonnen, dat is leeggeroofd. Dus nou maken ze een nieuw pensioensysteem, wat ze dan vervolgens ook kunnen leegroven ofzo. Ik snap het helemaal niet. Hoezo moet het pensioensysteem verbeterd worden? Wat ik niet leuk vond, is dat die oude mensen, ze zijn inmiddels dan dood, maar die hadden dus toen in de jaren 80, toen hadden die pensioenfondsen, daar zat een partij poen in, jongen. Van hier tot Tokio. Dat hebben ze leeggeroofd. En nou zitten die pensioenfondsen een beetje op een houtje te kauwen. Maar dat gaan ze dan nu verbeteren. Mooi. Echt hoop voor de toekomst. Dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker. Kijk, het stelsel kan transparanter, eenvoudiger. Dat is een tautologie. Hij zegt dus dat het huidige pensioenstelsel niet transparant is. Dat klopt ook. Allerlei mensen hebben allemaal spaargeld aan die organisatie gegeven. Waar je hier allemaal mensen heel heldhaftig ziet luisteren. Maar die organisatie heeft altijd spaargeld gekregen en dan hebben ze achterover gedrukt. En weg en mee, man. En deze mensen hier in de zaal, die zijn al lang blij dat ze er mogen zitten. En morgen gezond weer op. Het is maar wat. Worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling. Een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling. Nog een keer. Dit is dus gewoon echt... Dit kan logisch niet. Nog een keer. Goed pensioen op te bouwen. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden. Met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling. Een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling. Snap jij hem nog? Kijk, het idee van een pensioen is dat je tijdens je arbeidsintensieve leven dat je meer produceert dan consumeert. En wat je dan over hebt, je overproductie, die moet je ergens opslaan. En degene die verantwoordelijk is voor het veiligstellen van die opslag, die moet je ook betalen. Die moet je een centje geven. That's it. En die opslag die kan zijn... Ik heb op de Amerikaanse internetradio... heb je een firma en die verkopen zilver. En hun product is te groot om te stelen. Dus hun verkopen alleen maar zilver vanaf 70 kilo of zo. En dan komen ze langs met een truck, met een vorkheftruck en
En dan rijden ze gewoon die 70 kilo bij jou naar binnen. Die zetten ze ergens neer. Ja, en niemand kan die jatten. Niet heel makkelijk. En dat is een pensioen. Ja, tenzij ze natuurlijk gaan lopen manipuleren met de prijs van zilver en goud. Wat ze doen. Je kan ook zeggen van nou, daar doe ik niet aan. Ik heb sociaal kapitaal. Ik zorg voor mensen in mijn omgeving. En hoop er maar op dat ze, als ik dat niet meer kan, dat ze dan het fatsoen hebben om mij een minimaal een schone luier te geven op het einde van mijn levensdag. Dat is er ook een. Waar ik niet op zit te wachten is dat iemand mij gaat vertellen dat het allemaal wel met nieuwe maatregelen goed komt, want die oude maatregelen, daarvan weten wij dat het allemaal leeggetrokken is. We weten toch wel dat de paus, die houdt niet van middenstand. De paus houdt niet van rijke mensen. De paus die wil alles hebben. De paus, dat is de familie van de Borgia. We will assimilate. Ja. And how they will assimilate you. Dat gaat deze koning Willem-Alexander jullie nu verder vertellen. Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Kijk, dat is ook mooi. Kijk, peuteropvang. Waar is dat voor nodig eigenlijk? Ja, ik heb zelf een kind opgevoed. Ze is nu 16. Going 17. Echt een hot chick. Met hot legs. Ja, die is de deur uit. Dus dat kost me 16 jaar. Het kostte me 16 jaar. Om dat kind de deur uit te jakkeren. Ik zeg van nou, je hebt nou hot legs. Dus away with you. Dat is gewoon een stukje van je leven. En dan is je kind de deur uit. En dan kan je weer gaan werken. Waarom moet je werken als je kind nog niet zo oud is? Waarom moet een vrouw met een kind van 2 kroonkurken gaan stampen op een weet ik wel wat? De hele dag door. Waarom? Nou, ik kan het je vertellen. Moet je kijken naar deze foto. Wat denk je dat dit kost? Kijk, als je dit, Alexander Pechtold, die zit er ook zo'n beetje bij met van, nou, ik vind dat mijn pensioenvoorziening ook wel een beetje hoger, maar goed. Die is ook helemaal niet blij. Deze mensen willen nog meer geld. En daarom moeten vrouwen gaan werken. Denk je dat al die stropdasjes kosten, man? Dat zijn zijden stropdassen. En trouwens, deze vet, is dit nou Diederik Samson? Bevallingsverlof voor vaders wordt. Zijn stropdas zit niet goed. Ja. Het ding is verlof voor vaders. In veel eisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd? Ik zak nu echt van de stoel. Heb ik daarom gevraagd? Welke politieke partij staat hierachter?
Hoezo bevallingsverlof voor vaders? Ik zal het jullie even uit, jullie stappen dit waarschijnlijk niet, dat ik nu uit mijn dak ga, hè? Maar even over de bevalling, want ik ben erbij geweest. Maar een bevalling voor een man, dat is een fluitje van een cent. Dat stelt niks voor. Daar heb jij wel geen last van. Je bent er gewoon bij, tenzij je aan het werk bent. Maar stel je bent niet aan het werk, dan ben je ergens bij. Nou, dat is... Ja, dat kan je gewoon... Ik ben erbij geweest. Maar ja, daar ben je gewoon bij. Ik werd ook iemand die erbij was dat een andere bouwvakker, die viel van de steiger af en die brak zijn nek. Dat was lulliger. Kijk, dan heb je een traumatische ervaring. Maar als je wijf, een vrouw, your wife, als je vrouw een kind baart, heb je daar een trauma van? Nou, dat en niet. En krijg je dan bevallingsverlof? Nou, dat wou ik gewoon helemaal niet. Ik wil als vader voldoende tijd hebben om door te brengen met mijn kind. That's it. En het hoeft niet 10 uur per dag. En van mij mag mijn kind gewoon naar de zevenkenners en de padvinderij en op boogschieten. En dan ben je van die kinderen af. Of op voetballen. En daarna ben ik er weer. Want ik wil wel tijd hebben voor mijn kind. That's it. En ik hoef geen bevallingsverlof. Dat is een lapje voor het bloeden. En deze mensen, die kijken hier allemaal naar koning Willem-Alexander. En ze liegen tegen jullie. En daar hebben ze een reden voor. Want jullie zijn te stom om voor de duivel te dansen. En daarom kunnen deze mensen met jullie voeten spelen. Kijk, als jullie... Je moet een keer een rekenmachine kopen bij de Action. Hè, die Action, die goedkope winkel of een andere winkel, dat maakt ook niet uit. Hè. Sloop hem uit elkaar en kijk hoe die in elkaar zit. Of open die rekenmachine in je eigen hoofd. En sloop je eigen rekenmachine een keer uit elkaar. Leer wat van rekenen. Deze mensen kunnen niet rekenen. Behalve dat ze weten dat ze ons, ze pakken ons voor, dat is per persoon, jongen. Als jij een uur gaat werken, dan hou jij dus 3 euro over of zo, of 6 euro. Maar als jij gaat werken, dan houdt iemand anders, die houdt 40 euro over. Of zoiets. Dat noemen ze economie. Reductions. Reductions op zijn Spaans is dat. Reductions op zijn Engels. Dit is economie. Hier betaal je. Als je wil weten waarom je accijns moet betalen over je biertje, dan moet je naar Alexander Pechtold kijken en zien hoe treurig en verveeld hij kijkt. En dat hij denkt, nou, de accijns op bier, die mag wel wat omhoog hoor. Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij krijgt. En nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Dat was dus een, dat sloeg helemaal nergens op. Er komen 4000 onderwijzers bij. So what? Dat heeft koning Willem-Alexander besloten? Zonder mijn toestemming? Ik zou, mijn dochter heeft de HAVO overleefd. En ik ben eigenlijk van mening dat er gewoon helemaal geen onderwijzers bij moeten. Maar er moeten een paar onderwijzers bij. He, mensen zoals ik. Ik moet gewoon even langs op iedere school en tegen die wiskundeleraar vertellen van de volgende dogma's moeten erin. De stelling van L'Hôpital
Je leert dat maar gewoon aan die kinderen. Statistiek, leer dat aan die kinderen. Door een T-toets, dat kunnen kinderen van 13. Dat zou ik zeggen. Je moet die leraren opleiden. En nog 4000 van die dombo's erbij. Zoals die geschiedenisleraar van mijn dochter. En dat ga je liever niet. Wel, ik heb liever dat die 4000 dombo's gewoon net met die andere dombo's bij de Albert Heijn gaan zitten zeuren. Om een euro met een ukulele waarvan een snaar kapot is. Doe dat dan gewoon. Dan weet iedereen dat je een sukkel bent. In plaats dat je namens koning Willem-Alexander bent aangesteld om kinderen een beetje voor de gek te houden. Ik heb geen respect voor het onderwijs hoor. Echt niet meer. Vroeger wel. Vroeger wel. Vroeger was het onderwijs echt lekker vet ingewikkeld. Dan had je tenminste wat aan. Maar tegenwoordig is het flapdrol kwaliteit. En wat voor... Wat is er hier gebeurd met haar haar? Ze heeft haar... Ach nee. Ze heeft toch niet met haar hoofd in een magnetron gezeten? Het is helemaal krom getrokken. Dat moet de patiënten gekost hebben. Maar gelukkig is het pas 2016 en we zijn al bijna op een derde. Oh, ik moet echt opschieten. Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht. Intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten. In november 2015 presenteert de regering... Dat was een mooie. Hoorden jullie die? Even terug. Echt, gewoon, het gaat om de kunst van het liegen, hè? Dit is allemaal, jullie zien dit. Dit is een Engels een scenery. En iedereen heeft een leuk kleurtje aan en zo. En die heeft een tas bij zich en een bloemstuk en een bloemstuk. En een Maxima, die zit er gewoon... Die kijkt gewoon alleen maar naar hem. Het is gewoon hartstikke mooi. Het gaat ontzettend goed met Nederland. Maar nu wat hij zegt. Arbeidsmarkt. Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten. Er is geld voor nodig. En wat ze daarvoor gaan doen, is ze gaan mensen dan geld lenen. Lenen tegen rente misschien? Ik denk het wel. Dus als jij als kind, hè, je bent een mens en je bent dan niet zo slim als ik, hè, want ik hoef niet meer naar school, want ik heb alle boeken uit en dat soort dingen, maar je bent nog niet zo slim als ik en je zoekt een leraar, dan krijg je een lening. Van koning Willem-Alexander, dat heeft hij verzonnen. Dat klopt niet. Het principe dat mensen mogen leren wanneer ze beschikken over geld, dat klopt niet. Je moet mensen laten leren die beschikken over leervermogen. Daar gaat het om. En mensen die daar niet aan toe zijn, of mensen die liever op een andere manier willen gaan leren, bijvoorbeeld door karate te gaan doen, ja, die moet je gewoon geen onderwijs geven. En ook karate les kan gewoon gratis. Waarom zou karate les niet gratis zijn? Een of andere karate liefhebber is en iemand heeft een schuur over en tante Jo heeft nog een paar matten liggen. Het kan allemaal gratis.
En deze man hier, die zit ons te vertellen dat het wordt echt niet duurder. Behalve, ja, we gaan jullie geld lenen, zodat jullie kinderen iets mogen leren. Of iets kunnen leren. Je moet lenen om te moeten leren. Daar komt het op neer. En dat mag niet. Het heet onderdrukking van het volk. Dat is precies wat de paus doet. Altijd. Dat heeft hij altijd gedaan. Je moet niet zeggen van ja, Nee, dat heeft hij altijd al gedaan. En deze meneer werkt voor de paus. Nou, luister maar naar hem. In november 2015 presenteert de regering de Nationale Wetenschapsagenda. Die wordt opgesteld in nauwe samenwerking met topwetenschappers en vooraanstaande ondernemers. Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te bouwen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel van instellingen. Dit geeft niet alleen een impuls aan de internationale positie van onze universiteiten, maar ook aan de innovatie en concurrentiekracht van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren. Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële kant. Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen. In Nederland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid. Nee! Pak hem even terug. Was even emo. Wie zat er ook weer naast hem? In Nederland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu. Wie zat er ook weer naast hem? Kunnen jullie haar zien? Dit is prinses Maxima of zo, hè? Of koningin Maxima. Er was helemaal geen Nederlandse cultuur. Er is ook helemaal geen Nederlandse cultuur. Dat is het punt. Wij zijn overgenomen door de paus. En er is met onze voeten gespeeld. En alle middenstand is weggevaagd. En ieder centrum van iedere stad hier in Nederland ziet er hetzelfde uit. Ze hebben allemaal geen bijenkorf meer. En alle V&D's zijn ook weg. En zo dadelijk gaan de HEMA's eraan. Dat heet economisch herstel. Er is geen Nederlandse cultuur. Die is er wel. Maar die is er niet. Die manifesteert zich niet. De Nederlandse cultuur wordt kapot gemaakt. En Maxima, die is daarmee begonnen. Die heeft het ook gewoon letterlijk gezegd. Van ik zie geen Nederlandse cultuur. Deze mensen, dit echtpaar, wat wil het met ons? Moeten wij al deze hoedjes betalen? En dat bloemstuk? En waarom? Wat zegt dit nou? Wat heb ik nou aan deze troonrede? Wat heb ik tot nu toe gehoord? Ja? Een tientje per burger erbij voor de pensioenvoorziening. Eenmalig. Nou, dat is leuk. Ja, met een tientje kan ik een hele... Nou, daar heb ik gewoon een wild time, man, in dat bejaardentehuis. Heb ik misschien wel voor 3 weken lang toiletpapier. Is dat wat hij zegt? Ja, als je denkt dat hij iets veel positievers zegt, moet je het mij zeggen. In Nederland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid. Die gedeelde waarden vertegenwoordigen een groot maatschappelijk kapitaal. Ik voel mij totaal niet betrokken bij deze persoon. Ik vind het bijzonder. Ik mag hem niet.
Ik heb hem niet persoonlijk ontmoet. En ik heb ook niet per se zware jaloezie naar zijn hairdo. Alhoewel ik dat wel zou moeten hebben. Want ik heb een stuk minder haar dan Hemmy. Maar ik voel me niet betrokken bij hem. Wat heeft hij te maken met Nederland? Hij was toch premier tijdens de MH17 ramp, of niet? Ik weet niet wat hij in Nederland doet. Door hij en ik op een Urke kotter. Gewoon samen. Ik ben ook niet zo heel krachtpatserig, maar ik denk dat ik overleef het wel. Want op een Urke kotter heb je gewoon, of een Katwijker kotter, maakt ook niet uit. Allebei een liter jenever mee. En dan kijken wie er niet kotsend terugkomt. Is dit een Nederlander? Mark Rutte liegt. En die speelt met onze voeten. En die vent die erachter zit, die stomme stropdasjes allemaal. En dat is dan mijn vertegenwoordiging? Nee, echt niet. Van zijn lang zal zijn leven niet. Hoezo zou ik me laten vertegenwoordigen door dit soort leeghoofden? Wat zeggen ze mij nou? Maar ze moeten wel. En de reden dat wij bestuurd moeten worden door dit soort leeghoofden, dat komt omdat de gemiddelde Nederlander een leeghoofd is. En dan krijg je dit. Ik zet hem maar gewoon weer aan, want we zijn al. Ik moet echt naar de helft toe, want het gaat richting. Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis kunnen voelen. Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede toekomst. De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. Nou, dan hebben we het goed gehad. Ja. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. Nou, integriteit, dat is iets wat ik vooral bij bestuur graag wil zien. Als je gaat bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijdje, dan moet de scheidsrechter, met name de scheidsrechter, die moet integer zijn. En voor de rest is het gewoon battle to the death. Strijd op leven en dood. En dan word je een keertje maar getackled als de scheids het niet ziet. Maar de scheidsrechter, die moet zonder meer buiten kijf staan. En dat gaat koning Willem-Alexander mij nu vertellen. Van Perry Franciscus Martinus Winkel. Jij burger van mij. Jij eerder geboren dan ik. Jij oude domme lul. Zal ik jou eens eventjes vertellen dat een scheidsrechter onpartijdig en rechtvaardig moet zijn. En oplettend en transparant. Dat is de troonrede van 2016. Ik wil niet zeuren, maar op 11 september 2001 is er ook iets gebeurd. En wat heeft deze koning daarover gezegd? Helemaal niks. Is dat integer? Ik vraag het me af, hè. Laat hem even aan het woord. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar. Waarden zijn. Oké, daarvoor komt extra geld beschikbaar.
We hadden het gehad over dat tientje per burger om de pensioenen veilig te stellen. Je hoeft je geen zorgen te maken over je pensioen. Er komt gewoon een tientje. Een tientje van koning Willem-Alexander. Helemaal gratis en voor niks. Dus over jouw pensioen hoef je je geen zorgen te maken. En nu komt er dus geld om extra veiligheidsonderzoek te gaan doen. En hier zien we het tevreden gezicht van een politicus en die heet volgens mij Frits Bolkenstein. Ik weet het niet helemaal zeker, want ik moet er dan van uitgaan dat hij een stuk ouder geworden is. Het is niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte van een ander en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk. Juist de normale en respectvolle omgang met elkaar vraagt om alertheid en een actieve houding van ieder van ons, zoals dat past in de lange Nederlandse traditie van verantwoordelijk burgerschap. Ik laat hem gewoon dit geldt zeker wanneer agent, wegwerkers, ambulanceverpleegkundigen en anderen die met hart en ziel werken voor de publieke zaak te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld. De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa zet de samenleving onder druk. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van mensen in het geding, het is ook een voedingsbodem voor onderling wanhoop. Wacht even. Hoort u niet nou? Terroristische aanslagen in Europa zet de samenleving onder druk. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van mensen in het geding, het is ook een voedingsbodem voor onderling wantrouwen en een gevaar voor de sociale cohesie in ons land. Ja, lijkt nog een lieder. We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend effect hebben in onze samenleving. Ja, die conflicten in het buitenland. De conflicten waar we het over hebben in het recente verleden, na de Tweede Wereldoorlog. We hadden een conflict in Indonesië, bijvoorbeeld. Waarom, weet ik niet. Ik heb nooit een conflict gehad met een Indonesiër, of met een Indo, of een Indische. Volgens mij, ja, ik vind het gewoon aardige mensen, maar dan moesten we dus gaan knokken de knok. Dan hebben we de Vietnamoorlog gehad. De oorlog in Bosnië, de oorlog in Libanon, de oorlog in Afghanistan, de oorlog in Irak, en de oorlog in Libië, en nou de oorlog in Syrië. En die oorlogen die worden allemaal gemaakt door de paus. En de paus, dat is de baas van deze meneer. De paus is de koning der koningen. En dit is een koning. Dit is koning Willem-Alexander. En de koning der koningen, die heet momenteel Franciscus de Eerste. En die gaat ons de les lezen over dat wij niet moeten zeuren over het feit dat er overal ter wereld, waar maar mogelijk, bommen gegooid worden. En we gaan Apache-helikopters ontwikkelen en JSF-vliegtuigen maken. En met drones gaan we bruiloften kapot schieten. En dat vindt meneer allemaal goed. En wij moeten niet zeuren over het gezeik daarna. He, dus dat buitenlandse conflicten mogen geen invloed hebben op de situatie hier. Oh nee joh. Al die jongens die hier naartoe komen, totaal, ja. En dat moet allemaal maar goed gaan. Het is cruciaal dat we ons tegen deze dreiging wapenen. Het kabinet reserveert daarom structureel extra geld om de operationele taak van de veiligheidsdiensten, het verzamelen en analyseren van informatie en het preventiebeleid te versterken. Vind ik heel goed. Kijk, want als je het hebt over dus de veiligheidsdiensten in de tijd van Srebrenica, toen waren ze de filmrolletjes kwijt. Wist je nog?
bij Manuel Schatwald waren ze het hele dossier kwijt. Wist je nog? Ze zijn de hele tijd van alles kwijt. Van 9-11 hebben ze 3,5 filmbeeldje van de aanslag op het Pentagon. En dat Pentagon dat ging door voor het best beveiligde gebouw ter wereld. Dat is 5 filmbeeldjes. Mijn vraag is dan, moet je een dergelijke organisatie wel extra geld geven? Ik heb ook wel eens aan een klant moeten toegeven dat ik meer nodig had. En daar had ik een reden voor. Ik had een project aangenomen voor zoveel en ik ben gewoon naar die klant toegestapt en gezegd, dat kan niet, want zus, er moet extra bij. Daar had ik een reden voor. En omdat ik dat wat ik wel kon doen, had ik gewoon geleverd. En daarom vertrouwde die klant mij. Dus die zette zijn handtekening en ik, hoppa, factuur erbij, BTW eroverheen. Ja. Maar als je niet eens, als je van het Pentagon, van die aanslag op het Pentagon, heb je maar 5 beeldjes van. En wat voor een kleutermaatschappij ben je dan? Of worden we hier voor de gek gehouden? Laten we het laatste maar hopen. En nu ga ik gewoon 5 minuten lang naar deze pausvolger luisteren. En jullie ook. De dreiging van een terroristische aanslag is geen geïsoleerd probleem. Maar een direct gevolg van de opkomst van jihadistische stromingen in Syrië, Irak en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast is de instabiliteit in de ring rond Europa in het afgelopen jaar verder toegenomen door de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oost-Oekraïne. Ook andere brandhaarden bedreigen de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld in Mali, Jemen en Afghanistan. Al deze ontwikkelingen raken direct en indirect aan onze veiligheid en vrijheid. Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilig en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit Kos en Calais leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan. Deze problemen zijn ontstaan door militaire conflicten, politieke instabiliteit, schendingen van mensenrechten, armoede en gebrek aan kansen en toekomst. De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creëert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren. Het gaat dan onder meer om internationale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Alleen zo kan recht gedaan worden aan het humanitaire aspect en aan het maatschappelijk draagvlak in Nederland en andere Europese landen. De regering kiest in het buitenlands beleid met overtuiging voor internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak, onder andere in EU, NAVO en VN-verband. Militaire en juridische acties moeten samengaan met samenlevingsopbouw, versterking van de rechtsstaat, diplomatie in de regio, noodhulp en handelsbevordering. Voor de NAVO geldt dat de lidstaten ervoor willen zorgen dat het bondgenootschap sneller in staat is op dreigingen vanuit iedere windrichting te reageren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig in de politieke besluitvorming en in militair opzicht. De regering stelt vanaf 2016 structureel extra geld beschikbaar voor de krijgsmacht. Van 220 miljoen euro volgend jaar tot 345 miljoen in latere jaren. Dit geld wordt onder meer besteed
aan verdere verbetering van de operationele inzetbaarheid. Daarnaast komt er structureel extra geld beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan militaire missies. De manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid maakt indruk en wekt bewondering. Veiligheid en migratie zijn twee internationale hoofdthema's die ook het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen tekenen. Als voorzitter wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn. Alleen samen zijn we in staat collectieve veiligheid te garanderen, onze gedeelde waarden te beschermen en het welzijn en de welvaart van de inwoners van Europa het best te dienen. Voor ons land zijn economische groei en zoveel mogelijk nieuwe en volwaardige banen belangrijke aandachtspunten. Daarvoor is een innovatief Europa nodig, met een goed functionerende interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld. Andere onderwerpen die tijdens het voorzitterschap aandacht zullen vragen zijn de positie van Griekenland en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU. Het uitgangspunt van de regering blijft een Europa dat beter functioneert en zich richt op hoofdzaken. Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren is de VN-klimaattop in Parijs in december 2015. Samen met andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990. Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde. Oké, dit gaat ongetwijfeld dan weer over CO2. Dat is iets dat zou hij met mij een keer moeten durven bespreken. Gewoon een keertje 1-op-1. Via Skype. De CO2 is geen probleem. En daarvoor had hij het erover dat er meer geld naar het leger gaat. Nou, wat denk je, hoe CO2 neutraal is een gemiddelde militaire operatie? Niet dat je van mij geen militaire operatie mag doen omdat die niet CO2 neutraal is. Want CO2 neutraliteit interesseert mij helemaal niet. Ik vind het helemaal niet belangrijk. Ik zou niet weten waarom. Je kan ook wel zeggen, iedereen met een oneven aantal haren in zijn linkeroor ten opzichte van zijn... Die moet een pil. Sommige dingen zijn zo. Soms heb je minder CO2, soms heb je meer CO2. Ja, shit happens. Dat is niet erg, hoef je niet van in paniek te raken. Waar ik wel van in paniek raak, is dat deze meneer die gaat vertellen dat er meer geld naar het leger gaat gaan. Terwijl ons leger, die durfde niet eens te gaan kijken in de Oekraïne waar de stoffelijke overschotten lagen. Dat was allemaal onmogelijk. En daar moet meer geld naartoe? Naar baby's? Ik denk dat ik liever nog een deeltje maak met van die krijgsvechters, van die Kaipuya of zo. Hoe heet die krijgskunst? Met zo'n houten stok. Dan huren we die in als leger. Wat denk je dat het kost? Helemaal niks. Moet je een gymgebouw hebben en die matten op de vloer. Nou, een paar van die jongens en die trainen wel, die andere jongens. Ja. Daar ben je toch ook klaar. En meer geld naar ons leger? Wat heeft ons leger eigenlijk te doen? Worden wij aangevallen door het zuiden van Luxemburg?
Ik weet het gewoon helemaal niet. En die man zit hier gewoon volgende blaadje te pakken. De regering stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken. Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote overkoepelende thema's. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de afsluitdijk... Dat is trouwens een hele leuke wat ik weet. Over dijken. Je kan... Bij de Noordzee, aan de linkerkant van Nederland, daar zit eronder zit een kalklaag. Nou, het afvalproduct van de chemische industrie bestaat voor een groot deel uit zwavelzuur. Verontreinigd zwavelzuur, maar zwavelzuur. Het blijft gewoon zwavelzuur. Wat moet je daarmee doen? Nou, een manier is om dat te injecteren in de bodem bij de Noordzee. En dan moet je even kijken, dat is dan een heel gedoe en dan moet je van tevoren wel goed plannen. Want wat er dan gebeurt als je zwavelzuur injecteert in kalk, dan krijg je calciumsulfaat. En dat kennen wij onder het begrip gips. Je maakt iets van gips en dan, oh, chips, dat is gips. Dat wordt keihard. Dat uiteindelijk slijt het natuurlijk een keer, want alles slijt. Maar in principe heb je dan een extra dijk gemaakt. En je kan zwavelzuur, dus gewoon chemisch afval, dat hoef je niet eens te kopen. Als je gewoon alleen maar zegt van kom maar hier met die tanker, dan krijg je daar al geld voor. Dus je krijgt gewoon geld voor de grondstof van een dijk. Ja, dat plan dat is al opgesteld in de jaren 70. Toen was het al bekend. Dat is leuk. Dat vind ik geinig. En ook het IJsselmeer. Dat is de Markerwaard. Dat is momenteel... Het is ingedijkt. En er gebeurt niks mee. Helemaal niks. En er zijn al biologen geweest. Die hebben al een beetje een kaartje gemaakt. En gezegd van nou, je moet er gewoon rotzooi in storten. Je kan zelfs beginnen met een oude auto. Dat maakt niet uit. Dan heb je een fundament. En dan maak je eilanden. En je maakt er gewoon eilanden in. En dan gaan die vissen. Dan moet je even in de gaten houden. Dan moet je ook een pH-meting doen en een stikstofmeting. En de boel wel in de gaten houden. Maar dan komt dat biotoop tot leven. Zo kan je heel Nederland tot leven maken. En groter maken. Dat kunnen we gewoon doen. Het punt is dat er een meneer is of een organisatie is die een meneer iedere keer naar voren schuift. En die houdt alle ontwikkeling tegen. En het probleem van die meneer is dat als hij de ontwikkeling heeft tegengehouden en dan stort een regio in elkaar, dat hij dan zegt oei, 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 oei. En dan laat hij de ontwikkeling weer een beetje komen. En dan gaat hij de ontwikkeling weer tegenhouden. En dan gaat de ontwikkeling weer niet door en dan denkt hij oei, 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 oei. En dan laat hij hem weer even komen. Dat is die meneer. Maar wij kunnen van Nederland iets geweldigs maken. Veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening. Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt, samen met de inwoners van het gebied, een plan op voor de versterking van woningen. De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk.
In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland. Leden van de Staten-Generaal. Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. In een instabiele internationale omgeving en een samenleving in verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. De komende periode staat voor de regering in het teken van bijdragen aan internationale stabiliteit en werken aan verder economisch herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering van de ingezette hervormingen. Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt. Daaraan werkt de regering samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Leve de koning! Man, dat laatste vond ik een beetje eng. Ja, wat moet je dan daarvan zeggen? Kijk, hij is ook gewoon een mens. Ik pak even zijn plaatje terug. Sound uit. Wat is nou een mooi plaatje? Is van de kamp. Oh, dat was van de kamp. Is van de kamp. Iedereen zit daar zo. En op het laatst heeft hij dan Gods zegen. En dan gaat hij God erbij halen. En wie is God volgens hem? Hoe ziet hij eruit? Mag je jokken van God? Even terug. Mag je jokken van God? U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Leve de koning! Ja, het zal. Het zou best mooi zijn als het waar was. Ik vind het niet goed gaan met Nederland. Ik vind het ook niet goed gaan met Duitsland. Ik vind het ook niet goed gaan met Frankrijk. Ik vind het ook niet goed gaan met Engeland. Ik vind het ook niet goed gaan met Ierland. Ik heb gehoord dat ze in IJsland, daar hebben ze bankiers gearresteerd. Nou, dat lijkt me een soort van goed gaan. Maar IJsland is best ver weg. Dat is wat ik vind. En deze mensen hebben allemaal hele mooie kleren en hele mooie oorbellen. En die vrouw die dan leve de koning brult. Dat is voor mij een bepaald symbool, is dat niet? Weet je, is dat niet bij de Washington Memorial of zo? Hebben ze iets gedaan met iets met Abraham Lincoln of zo? Dat is toch ook zo? Dit is toch het symbool van Athene, van Shakespeare. En het is mooi. Ik gun deze mensen hun rijkdom. Door die stropdassen van die mannen, die hoef ik niet.
en die vestjes, die hoef ik niet. En dat stomme gebouwtje, dat hoef ik ook niet. Dat mogen ze allemaal houden hoor. Ik vind het gewoon jammer dat hier dus weer eens gewoon niet de waarheid gesproken wordt. En er gedaan wordt alsof het allemaal hartstikke goed gaat met ons. Terwijl dat niet zo is. Ik maak wel een nieuwe uitzending. Er komt nog een uitzending van mij over de antichrist. Nou, dit is de antichrist. Het onderwijs in Nederland, dat ligt op zijn gat. Ik werk voor een voetbalclub. En ja, de verordeningen van de gemeente, die verhinderen gewoon een vrolijke bedrijfsvoering. En men moet iedere keer rekening houden dat de gemeenteambtenaar weer eens komt lopen zeuren. En dan mogen ze weer eens niet dit en dan mogen ze weer eens niet dat. En die voetbalclub die moet die velden huren van de gemeente. Dus jongens willen voetballen, dat mag, maar die vereniging die moet die velden huren van de gemeente. En ik zou niet weten waarom. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik in een gemeenschap woon waarin een of andere agrariër, die heeft een stuk land en die zegt van ga maar voetballen. En een paar lampen erop. En ja, dat is geen business. Maar de gemeente die maakt er een business van. Samen met de KNVB. Een business van mensendrift. En dan krijg je dit. En iedereen is trots op dat hij erbij mag zijn. Ik snap het ook wel. Dat hebben die mensen nodig. Ik niet. Ik ben al lang blij dat ik hier niet bij heb hoeven zijn. Ik heb het alleen maar gehoord van een vriend van mij die mij attendeerde dat het de derde dinsdag van september was. Dus vandaar dat ik er nu even bij stil ben. Ik ben echt over de 9:30 over ook. Dus dan gaan we richting 1,5 uur. Ja, dit moet ik echt stoppen. Dit kan niet langer zo. Ja. Hey, maar hartstikke lief dat jullie hier naar geluisterd hebben. En als laatste wil ik zeggen, op z'n Duits. Ja, want Wilhelmus van Nassau, bin ich von deutschem Blut. Mijn familie komt uit Duitsland. Dan wil ik zeggen, tschüss. Dag liefers.